Wat er mis is gegaan, kan ik je niet vertellen eigenlijk. Omdat ik zelf ook nog wel eens twijfel. Mm-hmm. En dat klinkt heel gek, maar als ik heel diep in mijn hart kijk, denk ik ook... Ik kan niet vertellen waar is het fout gegaan. Natuurlijk heeft het te maken met Monique. Ik ben verliefd geworden op Monique. En Monique is bij mij bovenaan gaan staan. En het is voor mij de belangrijkste persoon in mijn leven geworden. Ja. En dat was jouw moeder? Dat had ze nog steeds kunnen zijn. Tuurlijk. Weet je, dat had een gezamenlijke plek kunnen zijn. Alleen, dan gebeuren de dingen. Dat gewoon op een gegeven moment... Dat je voor jezelf kiest. Ja. En dat je voor je eigen geluk kiest. En dat is wat ik probeer te zeggen. Leef je eigen leven. Maar je ziet je moeder en je zus niet meer? Nee. Op dit moment woont ze nog boven jou, toch? Op dit moment nog wel, ja. En je ziet elkaar niet? Nee. Hoe doe je dat? Als we elkaar zien, gezicht wegdraaien. Nou. Ja. Ja, en maar dat maakt ook helemaal niet uit. En het gebeurt... Nou ja, dat gebeurt zeker in de beste families. Maar het is ook wel de moeite waard om dat weer goed te krijgen, natuurlijk. Ja, nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, Peter. Ik heb dat ook heel veel geprobeerd. Ja. Echt waar. En ik heb er ook nachten van wakker gelegen. Ja. En ik heb ook echt, echt gehuild erom. Ja. En ik denk, mijn moeder en mijn zus ook. Dat weet ik niet, want ik ben er natuurlijk niet bij. Er zit een plafondetje tussen. Ja, dat weet ik. Ik kan alleen wel zeggen dat op dit moment wil ik me focussen op de dingen in mijn leven die positief voor mij zijn. En ik wil mensen om me heen die mij positieve energie geven. Mm-hmm. En dat zijn mijn moeder en mijn zus op dit moment niet. Dus dan is dit gewoon even het beste. Gaat het goed komen? Wil je dat het goed komt? Je wil natuurlijk sowieso in het leven dat gewoon... Kijk, weet je, ik ben niet iemand die lang boos blijft. Helemaal niet. En... als we op een dag wel aan tafel gaan en het wordt wel allemaal uitgesproken, dan wordt het uitgesproken. Alleen, ik weet dat mijn moeder daar nog niet aan toe is. En dat moet ik respecteren. Nee, zus? Mijn zus doet eigenlijk alles wat mijn moeder doet. Dus daar reken ik ook niet op. Nee. Ik hoop voor jullie dat dat goed komt. Ik ook. Ja. Ik ook. We zijn thuis bij Johan Derksen. Ook al raakt hij niet uitgepraat over voetbal, zijn echte passie is muziek. Hij heeft tienduizenden cd's in zijn huis. Wat een hoop cd's, man. Het is allemaal van jou. Oh ja. Ik heb als particulier natuurlijk een prachtige verzameling. Ik ben helemaal muziekgek. Blues is de basis. Ja. En dan komt Americana en goede country en soul. Bluegrass, daar word ik nerveus van. Jazz heb ik een hekel aan. Reggae heb ik niets mee. En ik heb ook... Echt zo uitgesproken over alles. En met dit soort muziek heeft hij ook niets. Al moest hij wel meedoen tijdens het WK. Ja, muziek is natuurlijk heel sfeerbepalend. Ja, ja. Is het ook troostend? Nou, het gekke is, ik ben een vrij vrolijke man, maar ik hou erg van treurige muziek. Ja. Ik hou niet van hoempermuziek met z'n allen en lallen en leuk doen. Nee, het moet een beetje zwaarmoedig zijn. Ja, maar ik vraag het ook omdat je natuurlijk een groot drama in je leven hebt meegemaakt. Jawel. Wat inmiddels wel algemeen bekend is, ja. dat jouw vrouw Linda is overleden. Ja, nou nee, dat was inderdaad... Het enige echte grote drama wat ik meegemaakt heb. Ik had met mijn eerste vrouw een keurig, degelijk huwelijk. Wij zouden nooit door elkaar gegaan zijn. En ik kwam op een gegeven moment terug van de belangrijke wedstrijd MVV Roda. En toen vond ik haar in de gang inderdaad. En, ja. Ze was van de trap gevallen. Ja, met dozen. Ook toen stond het huis te koop. Ja. En die was al een beetje aan het rommelen. En die is met dozen achterover gevallen op de trap. En met haar achterhoofd op een tree. En dan... Bel je de huisarts, die bel je en die komt. En dan rij je naar Nijmegen en daar staat er zo'n jeugdige arts in een spijkerbroek en een t-shirt die opgeroepen is. En die zegt, gaat u even zitten. En die vertelt je dan dat je vrouw nooit meer zal horen, nooit meer zal zien, nooit meer zal ruiken. Alle hersenfuncties zijn weg. En dan leggen ze aan de beademing en een week later word je uitgenodigd. En dan leggen ze uit, er is geen enkele kans op herstel. Zegt u het maar, we kunnen haar als plant in leven houden. En dan vragen ze ook meteen, we hebben hier beneden een moeder van 3 kinderen liggen. Die zit op een nier te wachten. En uw vrouw is pas 40. Zouden we die nier mogen gebruiken? Nou ja, dat kun je ook weer niet weigeren. Dus, en dan ga je naar de kamer waar je vrouw ligt. En dan zegt zo'n arts, die zegt van, wilt u zelf de knop omdraaien of moet ik het doen?
Nou, ik vond dat zelf geen prettig idee. Nee. En dan draait hij de knop om en dan zegt hij... gecondoleerd met het overlijden van uw vrouw. En dan sta je dan op je 41ste... terwijl je alleen maar je druk gemaakt hebt om een balletje. Ben je wel iemand die zijn verdriet durft te laten zien? Jawel, ik heb nog... Ik ben nooit zo'n huilenballer geweest... maar ik heb toen die affaire... heb ik... zo ontzettend veel gehuild. En dat schijnt goed te zijn. En het gekke is... sinds dat moment... is er nooit meer wat in mijn leven geweest waar ik om heb moeten huilen. Ik heb wel eens gedacht, misschien zijn mijn tranen op. Want wat er ook gebeurt, en ik blijf er vrij koel onder. Maar toen heb ik het wel kunnen uiten, gelukkig. Maar aan de andere kant leer je ook mensen kennen, weet je wel. Die Hansje Kraai, die gedraagt zich natuurlijk vaak als een dorpsidioot. Ja, maar die stond voor de deur. Niet te geloven. Die wordt s'avonds aangebeld, staat Hansje Kraai er, weet je wel. Dan denk ik, ja, kun je toch niet echt nadoen tegen die jongen. Ik tref die jongen backstage bij Voetbal Insight. Ook hem staat die periode nog helder voor de geest. Ik trof vooral een dochter aan, ja. Marieke. En Johan was natuurlijk druk aan de telefoon. Ik was ook nog bang of hij het wel leuk zou vinden, of hij het zou waarderen. Dat hij zei, donder op, wat moet jij hier? Mm-hmm. Hij was natuurlijk constant aan de telefoon. En ik heb tegenover zijn dochter gezeten ongeveer anderhalf uur. En dat is... ik heb altijd een grote mond en ik heb altijd wel een antwoord. Maar zo ongelooflijk moeilijk wat je moet zeggen. Ja. En ik weet nog dat ik in de tegenwoordige tijd over haar moeder sprak. Mm-hmm. Wat is er zo leuk aan je moeder? En hoe zijn jullie samen? Geen onzin. Ik vertel net hoe jij vertelde hoe belangrijk hij was... of hoe mooi het was dat hij toen voor jouw deur stond. Ja, nee, maar toen ik dus helemaal naar de kloten was... toen werd er s'avonds aangebeld en toen stond Hans Kraaij junior op de stoep. En dat blijf je altijd bij. Dat heb ik zeer gewaardeerd. En daar heb je je plek aan tafel aan te danken. Inderdaad. Ja, want voor de rest... Ja, maar niet op basis van zijn goede teksten natuurlijk. Nee, dat begrijp je wel. Voor de rest vindt Johan mij een paardlul. Ik zat er net helemaal in, Johan. Ja. Dat duurt maar even hier. Renato. Hansie, hoe is het? Ja, lekker Hans. Hans heeft pakken van welk merk, René? Shoe Supply. Heel goed. Ja. Heel goed. Shoe Supply, niks aan al. Ik hoor je ook steeds op de radio. Ja, dat wordt goed betaald. Ja, nee, dat zal best. Is dat jouw eigen schoenenlijn trouwens? Nou nee, dit is geen schoenenlijn van mij. Deze, die een vriend van mij ontwerpt ze. Ja. Maar het is niet de Johan Derksen. Nee, en ik heb er ook verder niets mee te maken. Ik draag ze alleen. En dat pak is wel voor jezelf? Ook weer gemaakt voor jou bedoel ik? Nee. Dus niet van die jasjes maken? Waar Nee. Die zijn zo lelijk, die kun je uit nou. Maar je krijgt die jasjes om te dragen, maar je verdient er dus niets aan. Niets. En, dat is knap stom van je. En, ja, dat zegt Wilfred ook. Ja. Dat zegt Wilfred ook. Het is dezelfde ondernemer die ook Humberto op de markt brengt. Mm-hmm. Maar die verdient er wel aan. Ja, maar die heeft ook mooiere pakken. Wat aardig dat je dat over Humberto zegt. Ja. Ben je er nooit zo vriendelijk over geweest? Nee, maar ik vind Humberto een fantastische collega. Ja. Ik vind het een hele vriendelijke man. Ik kan alleen die naam kijken. En daar horen we dan weer de Johan zoals we die kennen van Voetbal Insight. Waar de sfeer achter de schermen bijzonder is. Wat mij dat opvalt, hij komt binnen en niemand zegt goedenavond tegen elkaar. Is dat de omgangsvorm hier? Dat soort burgerlijke dingen doen we niet. Nee. Maar dit is al vrij amicaal. Ja, nee, we gaan... Johan, wanneer komen jullie? En dan betreden de heren zonder noemenswaardige voorbereiding de arena van Voetbal Insight. En heb jij nog een briefje met een opstelling in je zak? Nee, ik durf niet meer. Ik bedoel, ik wist dat je vanavond gevolgd werd door RTL en door Peter van der Vorst, die hier met de camera is. Dus ik denk, we moeten weinig ellende aan de tafel hebben. Briefjes thuis gelaten. Maar Peter, die knip jou er toch uit. Hebben jullie nou ook privécontact? Want er wordt altijd een beetje gecultiveerd. We zien elkaar nooit buiten het werk. Nee, we hebben totaal geen contact. Ik kan je verzekeren, ik ben nog nooit bij René thuis geweest. Wel toen hij voetballer was om te interviewen. Maar sinds we samenwerken, ik ben nog nooit bij Wilfred geweest. En zij ook niet bij jou. En die twee zijn ook nog nooit hier geweest. Okay. Volgens mij gaat je bel. En dan hebben we een bijzondere verrassing voor Johan. Hallo. Ja? Ik heb Wendy bij me van de Surprise Show. Ga maar open doen. Historisch moment.
Ik zeg net, ik ben nog nooit bij Gijp thuis geweest. Hij nog nooit hier en de bel gaat. Leuk man. Leuk toch? Ja. Ah. Dag René. Kom binnen. Hey, hallo. Leuk dat je hier op de kamer gaat. Tuurlijk jongen. Kom. Ja. Je bent hier echt nooit binnen geweest? Nee. Gaan we hier zitten? Ja, we kunnen wel even op de bank gaan zitten. Mooi. Zo. Ja, we hadden Wilfred ook gevraagd. En die twijfelde. Die zei eerst van, nou, ik wil er even over nadenken. Hij zei, ja, ik weet niet of Johan het wel zo leuk vindt. Nou, daar heeft hij gelijk, hè? Ik denk dat die Wilfred af en toe zijn gedachten maar eens even een beetje moet stoppen. He, je kan al dat nadenken, man. He? Gedoe. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Hoe lang al? Pff, man, ik was 10 of zo. 12. Echt? En toen mijn oom trainde bij Veendam. Mm-hmm. En dan ging ik mee. In het weekend wel eens, ging ik als het weekend. En dan Johan was aanvoerder, die speelde daar. Ja. En die werd dan aan mij gekoppeld. Die moest mij dan het weekend een beetje bezighouden. Ik zie nog altijd het beeld voor me dat wij aan het trainen waren op de Lange Leegte. En dan had je van die hekken rond het veld. En daar klom René in, dat was hij 1 jaar of 12. En dan riep hij heel hard, ome Cor, die boeren kunnen er geen kloten van. Dat is mijn eerste kennismaking eigenlijk met René. Toen dachten wij, wie is dat? Nou, dat was René. Toen al een mondig mannetje, zeg maar. Ja. Vorig jaar bekoelde de relatie tussen de heren flink tijdens het WK. Johan noemde René in een column een megalomane pillenslikker, waarop René terugsloeg met een vernietigend interview in Trouw. Bij Johan en René gaat het echt om irritatie, onderlinge irritatie. En als je aan elkaar irriteert, wij vinden elkaar ook niet echt aardig, maar dan laat je dat toch, denk ik, altijd maar weten. Ik lees nu Johan's column vandaag en dan lees ik dat en dan kan ik denken, nou, dat kan ik niet in vinden, klaar. Ja. Ja, maar zo makkelijk, ja, en dan is het iemand waarvan ik denk van ja, weet je, ja, wat moet ik er verder mee? Ik zit ermee aan die tafel en verder heb ik er niks mee. We hebben altijd wel een periode, dan is René even ontevreden, dan is Wilfred tegen de keren, dan ik weer. Maar daar hadden we alle drie die onvrede en dat begon te broeien en het liep niet. En ja, dan krijg je zo'n explosietje. En ik denk dat het achteraf goed is dat het gebeurd is, hoor. Want het gekke is, daarna was het ook over. Maar explosietje, het was echt wel een explosie. Als wij heibel hebben, ja, dan maken we daar geen geheim van. En dan wordt het ook gewoon in het programma doorgevoerd. Mm-hmm. Ik heb het met Wilfred ook wel eens gehad. Ja. En dan zeggen de mensen allemaal, die denken dan ook nog, dat wij dat spelen. Is dat dan echt? Nou, één ding kunnen we zeggen, René. Alles wat er gebeurt is echt. Want we zijn hele slechte acteurs. Maar het is wel... Kijk, de directeur van RTL 7 zegt dat zelf ook wel eens. Weet je, directeur van RTL 4 ook, weet je. Wij hebben ook wel met z'n drieën een enorme dikke huid. Het was maar één ding toen. Het was goed dat het afgelopen was. Hoe heb je dit goed gemaakt uiteindelijk? Nooit goed gemaakt. Niet? Nee. Nee, op een gegeven moment gaan zitten weer. Nee, op een gegeven moment ga je weer over tot de orde van de dag. Ik heb met Wilfred wel een half jaar gehad dat we nog niet eens goedenavond tegen elkaar zeiden. Dat we absoluut... Niet on speaking terms, wel alleen aan tafel. Ja, in ieder huwelijk komt wel eens een keer een incident voor. En zo zie ik dit ook. Hoe lang gaan jullie nog door? Nou, voorlopig nog 3 jaar. Ja, je hebt bijgetekend. We hebben 3 jaar nog te gaan, ja. En kijk, en dan ga ik me serieus beraden, want dan ben ik 69. Maar Peter, als je het realistisch bekijkt, is het gewoon het mooiste wat je kan doen natuurlijk. Ja. En dan krijg je een sloot geld om te zeggen van... joh, ik vind dat team hier wel goed raak, weet je wel, ja. Ja, nou, leuk. Zeker. Ja, dus, want jullie doen ook nuttig werk. Je vermaakt mensen. Juist. Ja. Nou, ja, juist, daar heb je gelijk. Je bent een beetje de circusartiesten van RTL 7. Ja. Nou, ik noem het eigenlijk altijd legaal stelen, wat wij doen. Zo. Johan, ik kom afscheid van je nemen. Oké. Ik vond het leuk. Nou, ben ik blij om te weten. Wil je nog steeds geen sorry zeggen tegen die oude ploegmaat van je... die een beenvliesontsteking geschopt hebt? Omdat jij het zo graag wil. Sorry, Johan. Dankjewel. Tot ziens. Hé, we hebben een sorry. Het werd tijd.